Hij is een man met een missie en dus een man naar mijn hart. Als leraar voor de klas zong hij al, als ware hij een missionaris, Franse liedjes met zijn leerlingen. Ach, al die wonderschone Franse chansons. Wie kent ze nog, wie koopt ze nog, wie zingt ze nog? Hij schreef nu de chanson illustrée, een gezongen geschiedenis van Frankrijk. Brel, Piaf, Ferrat, Trenet, Bardot, Grégoire, Hardy, Becot, Claire, Gainsbourg, Sardou, Brassens. En natuurlijk Aznavour, de beste zanger die ooit geleefd heeft. Ze komen allemaal voor hij, Bart van Loos, zo is het toch? Ja, nou ja, jongen, je hebt bij mij de mooiste snaar geraakt. Eindelijk kunnen we praten over het mooiste wat er is, het Franse lied. Ik ga je niet tegenspreken. Begin. Nou, begin jij. Waar begon het bij jou? Wel, ja, ik ben een kind. Ik begon namelijk gewoon met Deep Purple en met Neil Young. Ik ben een kind van mijn tijd. Dus ja, en toen? Soundtrack van... Toen was er een leerkracht Frans. En op een blauwe maandagochtend haalde hij een wit cassetje uit een rode boekentas. Hij zette dat liedje op en het was alsof de hand gods op mij nederdaalde. En ik kan niet zingen, maar dat is het oermoment. Zonder dat lied had ik hier niet gezeten, was het boek er niet geweest. En het ging ongeveer als volgt. Het oerlied, zing het. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. En ik dacht, zoals jij nu en sommigen hier ook, wat is dit? Wel, dat Francis Cabrel, wereldberoemd in Frankrijk, iets minder daarbuiten. Een gitaar... Ja, tweede categorie. Eerlijk is eerlijk. Het is één lettergreep verschil met Brel. Ja, dat is waar. Dus kom, dat is en ik hou van Cabrel, daar is het allemaal mee begonnen. En ik ben opgestaan, ik ben dat klaslokaal uitgelopen, ik ben de platenzaak binnengewandeld en ik ben daar mijn zoektocht begonnen waar dit boek dus het einde van is. Ja. Jij vertelt de geschiedenis van Frankrijk, van nog ver voor de revolutie, Karel de Vijfde, dus komen allemaal voorbij in de chansons zoals we ze nu nog kunnen horen. Ja. Daar gaan we niet te lang bij stilstaan. Jij zegt, laat mij een klein lesje geven. Frans Gall, zullen we daarmee beginnen? Ja, waarom niet? 1965, toen liep Jan nog in korte broek rond. Speelde nog bij Ajax. Ja, voilà. Nee hoor, ik was in Brussel. Ik woonde naast de broer van Jacques Brel. Kijk eens. Nou, daar kijk ik niet tegenop. Maar wellicht boven zijn bed op een poster gedrukt hing misschien wel Frans Gall en kende hij zeker dit nummer waar ze mee is doorgetrokken. Poupé de Sier. Voilà, daar gaan we. Kom maar. Mama, ja, en dit zong ze voor Luxemburg, nee? Luxemburg. Ze won het Eurovisie Songfestival. In de coulissen stond een man toe te kijken die toen de schoonheid werd uitgedeeld niet op de eerste plaats stond. Serge Gainsbourg. Maar die wel een middel had om al die vrouwen tot bij hem te lokken. Namelijk door te zeggen, juffrouw, ik heb voor u een liedje geschreven. Dus ook voor Frans Gall. Mm-hmm. En zij ziet wel, het lukt. Hè. Ik heb nog een liedje voor jou. 1966, Les Sucettes. Een sucette, dat is een lolly. Ja. Maar de Fransen gebruiken dat ook wel om met een verholen omweg te spreken over de orale liefde. Zeker. Nu, maar zij had het idee dat het echt over een lolly. Ging, helemaal niet door. Zij was onnozel. Zij was naïef. Ja, naïef, de beter woord. Ja. Ja. Mooi, maar naïef. Ik stel voor, laten we even luisteren en ik vertaal en dan ziet u dat. Dan zal u zien dat Gainsbourg zich geamuseerd heeft. Okay. Hopelijk wij ook. Annie houdt van lollies. Ja. Lollies met aan mij smaak. En die lollies geven aan haar kussen een smaak van anijs. En wanneer de suiker van die lolly langs haar keel naar beneden glijdt... Elle est au paradis. Dat is geweldig. Als jij het doet, werkt het ook. Ja, ja. 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 Even, zullen we Claude François had ik hier staan? Ja, inderdaad. Want, of vind ik zo saai? Ja, nee, want kijk, zij wint dus het Eurovisie Songfestival. Ja. En ze belt naar haar lief. Wie is het lief van Frans Gall in 65? Claude François, een blond koppel gesproken. Ze zegt, Claude, j'ai gagné, ik heb gewonnen. Hij, de man is van aard, natuur en zelfs van geboorte erg nieuwsgierig. Van nieuwsgierig, eerzuchtig, jaloers. En hij zegt vooral dat ze vals heeft gezongen. Waarop zij zegt, maar Claude, j'ai gagné, ik heb gewonnen. Waarop zij zegt, hij zegt, ja, maar mij ben je kwijt. En hij legt in, als je nog een originele manier zoekt, om het uit te maken. Nooit meer draaien, die man. Slappe liedjes ook. Geprangd onder een soort van ambivalent gevoel van liefdesverdriet, zo gaat dat nu eenmaal, trekt hij zich terug op zijn landgoed, staart in het water en componeert daar, gebaseerd op die ambivalente gevoelens, een nummer dat zal uitgroeien tot het meest gecoverde Franse lied aller tijden. Laten we luisteren. Ja, kom, Matthijs. Geef toe.
Het is, nee, kijk, hij heeft zijn claim to fame is dat hij gestorven is terwijl hij een peertje indraaide in de badkamer. Ja. En dat hij My Way heeft geschreven. Zullen we het daarbij laten? Ja, voilà, door door Serge Gainsbourg. Hij heeft een beetje van een jonge wiegel. Maar dat is in, het is in alles een zesmin. Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Maar ja, dat je Jane Birkin, zoals de Fransen zeggen, Jane Birkin, 1969. Ja, vergeten en, we gaan meteen kijken. En ja, voilà. Maar omdat we dit al zo goed kennen, Bart, ja. Nu, waar het eigenlijk, het had eigenlijk een andere zangeres moeten zijn. Ja, eigenlijk had en ze zong het mooier. Ja, daar zijn wij het over eens dan. Zeker. Ja, we zijn het voor het eerst eens. Ja, Brigitte voor het eerst eens. Ja, maar we gaan het helemaal eens worden straks. Ik voel het nu al. Brigitte Bardot, hij had daar een relatie mee. Zij Serge schrijft voor mij nu het ultieme liefdeslied. Heeft hij daarvan gekweet en hij schrijft voor haar. Dus je t'aime non plus. Bij het boek zit een cd en die versie, die verboden is door de echtgenoot van Bardot. Dat kunnen we begrijpen. Wie was dat toen? Roger Vadim? De heer Günther Sachs. Oké, okay, de playboy. En die man heeft daar een stokje voor. Maar laten we misschien luisteren. Want, ja. En willen jullie even mee, wat vinden jullie het leukste? Jane Birkin of Bardot? Laten we het straks ook aan Jan vragen. Nou, is geen wedstrijd hoor, wat mij betreft. Nee, mij ook niet. Wat dacht jij, Jan? Ja, Brigitte. Dat denk ik ook, ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Peter, wat denk je? Nou, ik meer die andere eigenlijk. Toch, godverdomme. Hoe is het toch mogelijk? Maar goed, we zijn nu al een minuut of zes aan het praten. Dit is allemaal vrij triviaal, hè? Ik hoop dat er ook iets... Het Franse chanson heeft hier nauwelijks iets mee te maken. Jawel, nee, dat ben ik mee. We lezen ook niet de hele tijd alleen maar Kafka en nee, Proust. Maar dus dit is ook wel... af en toe dit. Maar laten we dan... Jij vraagt diepgang? Nee, helemaal niet. Je vraagt zwaar. Een goed Frans chanson. Dat komt er nu en niet aan. Je populistische... Ja, oké, okay, maar laten Frans we... Dit is toch een mooi voorspel. Ja, ja. En dan nu de jij past je iets te veel aan de tv-lolligheid. Ik wil substantie. Wel, jij vraagt erom. Ik zal het je geven. Laten we luisteren. Wat wil je dan, man? Nee. Iets, een goed lied. Noem een naam. Aznavour. Aznavour, oké, okay, van mijn part dan. Aznavour. Hier, laten we... La Bohème. La Bohème. En nu moeten we smellen. La Bohème. On était jeunes. On était fous. La Bohème. Jan. La Bohème. Mooier is het niet. 1965. Nee, wat zit er allemaal in dit lied, beste Jan? Ja. Dit is het lied van een jonge, ambitieuze provinciaal die naar Parijs trekt om carrière te maken. Een man die schilder is, die daar met zijn schilderijen als visakaart avant la lettre in de cafés betaalt. Bovendien, op het einde van dit lied gaat die man terug, herkent Parijs niet meer. Het Parijs van zijn jeugd is verdwenen. En wanneer Aznavour dit zingt, haalt hij ook altijd een zakdoek boven waar hij getormenteerd aanmächtig in zit te kneden. Omdat hij ook hoopt dat hij zo de tijd die natuurlijk de wereld draait door, dat weten we allemaal, de tijd gaat verder. Dat kan hij niet tegenhouden, maar toch speelt hij dat hij heel kwaad is op het lot. Hij gooit die zakdoek dan op de grond, hij loopt af, het applaus zwelt aan en dan zijn er altijd mensen die recht springen, nietwaar Matthijs, je weet het, om die zakdoek. En ik was erbij. De dames gaan dan naar voren tijdens het lied, ze weten de zakdoek gaat vallen. Wie pakt hem het eerst? Ik was erbij vorig jaar 11 december in Rijssel en ik dacht, gaat hij dat nu doen? La Bohème begint en ik denk, die zakdoek die komt boven. Maar een nieuwe angst maakt zich van mijn meester. Want ik denk, stel dat hij die zakdoek nu niet weggooit, dan is heel mijn mythe naar de knoppen. Maar hij gooit die zakdoek weg en terwijl die zakdoek traag naar beneden zakt, zie ik al die oude mensen in de zaal zitten en denk ik, die gaan nooit met hun oude knokken recht springen om die zakdoek te pakken. Maar ik garandeer u, is niet dat één, niet twee, niet drie, maar een horde, een roedel, een bataljon van mensen die overduidelijk zeer lang geleden geboren, waar kwamen daar aan? Met krukken, met looprekken, ja, met rolstoelen. Om die zakdoek van Aznavour te pakken. En ik was geroerd. En dit is het chanson. Het chanson gaat over die ambitie. Over de tijd die voorbij gaat. Maar ook over emotie. Vandaag de dag, Matthijs. Bart van Loo! Ja! Het boek Chanson Illustré. Een gezonde geschiedenis van Frankrijk ligt vanaf donderdag in de winkel. Dank je, Bart. Kom snel terug.